bibliotheek, Michel Bekaert. Michel Bekaert is een leerling van de Japanse expert meester Tamura. Meester Tamura op zijn beurt was de favoriete leerling van de stichter van het Aikido, Muhirei Oyeshiba. Meneer Michel Bekaert is de vijfde dan. De leraar van Aikido Club Sakura in het Bergoen hier is de tweede dan. De opening van de demonstratie wordt gegeven door onze leraar Cynthia Plantinus. Met een van zijn beste leerlingen. Een eerste cue of bruine gordel. Aikido betekent eigenlijk de weg van de harmonische kracht. Ai betekent harmonie, Ki betekent innerlijke of spirituele kracht en Do is de weg die moet gevolgd worden. Alle bewegingen in Aikido zijn zeer soepel en zeer cirkelvormig. Hier ziet u een aanval waarbij men de twee ellebogen van de achterkant neemt. In Aikido bestaan zowel worpen, zoals u daar juist zag, en klemmen, zoals u nu kunt zien. Om Aikido aan te leren hoeft men helemaal niet groot of sterk te zijn. Dat kunt u zien aan deze demonstratie nu, waarbij onze leraar met een persoon werkt die veel groter en zwaarder is. De demonstratie die nu wordt gegeven door twee leerlingen van Michel Bekaert. Allebei derde dan zwarte gordel. In Aikido wordt op verschillende manieren gewerkt. Rechtstaand, maar ook al zittend. Men werd al zittend omdat Aikido afkomstig is van een oude Budo-sport in Japan. De samurai die zaten altijd op hun knieën en soms was het nodig zich te verdedigen terwijl men al zittend werd aangevallen. Dan heeft men geen tijd om recht te staan, vandaar dat alle technieken ook al zittend worden uitgevoerd. Alle aanvallen hier zijn shunen of rechtstreeks slag naar het hoofd.
technieken die hier worden uitgevoerd, worden allemaal afgewerkt met een klem op de pols. Hier ziet u nog een andere manier van werken, één persoon zittend en de andere rechtstaand. De aanval is het nemen van één pols. De mensen die u nu ziet zijn alle leerlingen van Michel Rijker. Let speciaal op de samenhangendheid van alle bewegingen. Het is een van de essentiële en belangrijke dingen bij het oefenen van Aikido. In Aikido is er geen tegenstander. Je gaat altijd mee met de aanvaller. Men probeert door een cirkel van beweging uit te voeren. Door uit zijn krachtlijn te treden, de aanvaller mee te nemen en zijn eigen kracht tegen hem te gebruiken. Het doel van Aikido is dan ook niet om de tegenstander kapot te maken, maar om hem te tonen dat zijn eigen agressiviteit geen enkel nut heeft. Een van de belangrijkste principes is Ai, en Ai betekent harmonie. Men moet proberen in harmonie te komen met zijn eigen partner. Wij stellen u nu voor Michel Rijker hemzelf, die nu een demonstratie zal geven waarin hij enkele van de principes van het Aikido zal tonen. De aanval is het nemen van twee polsen. En hier toont hij hoe een cirkel van de beweging door middel van lichaamsdraaien of tijdstap dat die iemand totaal uit de evenwicht kan brengen. Hier wordt de techniek niet volledig uitgevoerd, alleen om er de nadruk op te leggen dat de cirkel van bewegingen zeer belangrijk zijn. En ook het uit de krachtlijn treden van de tegenstander. Deze manier van werken wordt in het Aikido ook veel gebruikt, gewoon om zich op te warmen. Achter
achteraf was het door de technieken volledig en met warp uitgevoerd. Let telkens op de soepelheid van de beweging en hoe de tegenstand volledig het evenwicht wordt gebracht, zonder dat het nodig is om hem nog te werpen. Hier wordt speciaal voor u de nadruk gelegd op de circulariteit van de beweging, maar in werkelijkheid natuurlijk als het gaat om zich echt te bewegen, worden er dezelfde bewegingen uitgevoerd, maar zeer kort en zeer krachtig. Maar om u de principes duidelijk te maken, wordt hier zeer circulair gewerkt om te weten waarom het gaat. En complete controle.
hier zit dus het verband tussen een aanval waarbij men de pols neemt of eenzelfde aanval waarbij men de korte spier neemt. Dus de bewegingen van het lichaam zijn hetzelfde. De korte spier af te nemen door hem te grijpen. Hier ziet u hoe de pols wordt genomen. Nu ziet u dezelfde beweging waarbij de korte spier wordt genomen. Hier ziet u de verschillende manieren van ontwijken, waarna men een slag geeft op het hoofd. Slag op de knie. Steek naar de knie. Die u ziet, is een van de meest moeilijke wapen. Het is een tegenwapen wapen dat ooit tegenstander het opnemen zonder dat men zelf gewapend is. Het principe is het ontwijken van slag door lichaamsdraai uit te voeren, achter de tegenstander te komen en hem op die manier volledig te controleren. Enkele beweging in Aikido is echt rechtlijnig. Alle aanvallen worden ontweken door een cirkelvormige beweging. Hier zit een afwerking van een klem op de pols. En het overnemen van het wapen van de tegenstander.
Rechtstreeks is tegen naar de buik met een mes. Zoals u ziet, mag men niet voor de tegenstander blijven staan, maar moet men uit de weg. Het wapen wordt terug afgenomen. Postklem, waardoor men het wapen van de tegenstander kan afnemen. Hier ziet u de aanval met speer en de verdediging met mes. Ze komen nu in een wapen van de tegenstander terwijl men zijn wapen afneemt. Terug dezelfde beweging, hier ziet u terug de aanvoerklem, waarbij met een spier wordt aangevallen. Het volgende deel van de demonstratie is een demonstratie Aikiken. Aikiken is eigenlijk een onderdeel van het Aikido. En het woordje ken betekent een zwaard. Hier worden ook dezelfde principes van Aikido uitgevoerd. Zowel harmonie als innerlijke kracht tellen hier. Maar alles wordt uitgevoerd terwijl twee tegenstanders kunnen bezwaard hebben. Het principe hier is Kiyawazen, dat betekent het verenigen van de geest van de twee tegenstanders. Precies op het moment dat de aanval komt, moet men ontwijken. Een van de belangrijke principes is de synchroniteit van de beweging. Beide partners moeten tegelijkertijd werken. Is er iemand vroeg of te laat, dan betekent dat in de praktijk de dood van een van de twee. Uiteraard worden er met houten zwaarden gewerkt, wat het anders natuurlijk veel te gevaarlijk zou zijn. Het inkomen bij de tegenstander voordat hij de kans heeft om te slaan.
Michel Kaas zal nu een demonstratie geven om u de circulariteit, de circulariteit en de sfericiteit van bewegingen van het Aikido te tonen. In de praktijk natuurlijk wordt die beweging veel korter en veel harder uitgevoerd. Bedankt meneer Bekaar voor deze prachtige demonstratie. Dank u. En dat waren ze dan de groepen die hier het Aikido ten voren brachten. En we mogen Michel Bekaar daarvoor hartelijk dank natuurlijk. En je vooraan vragen, Michel van de Mondici. Michel Bekaar, fijne dank, directeur Techniek de France. Ja, dat was nog. Dat is de moeite waard weer. We zijn toegekomen aan het laatste gedeelte voor we aan een pauze beginnen. En dat betreft de Tameshiwari, een coördinatie van karate.